Hi everyone, hallo allemaal. I'm Miss Margarita and I teach art and English. Ik ben juf Margarita en ik geef les in handvaardigheid en Engels. We thought it would be fun if you could do some art at home. Wij dachten dat het leuk zou zijn als jullie thuis iets moois zouden kunnen maken. Dus daarom geef ik jullie deze tutorial. That's why I created a tutorial for you. What are we going to do in this tutorial? Wat gaan we doen? We are going to turn markers into paint. Wij gaan van stiften verf maken. Want misschien heb je op dit moment helemaal geen verf thuis en wil je toch iets verven. Wat ga je nog meer leren? Je gaat zien wat het effect is als je eerst een tekening maakt met krijtjes. When you first make a drawing with crayons. And then you cover it with your homemade paint that you made from markers. It's a really cool effect. I already finished the tutorial and I've already finished my artwork, so I can show you what I did. Kijk, dit is het eindresultaat. I'm really happy with it. I think it's super fun. You do not have to make a boat. Je hoeft natuurlijk geen bootje te tekenen. Je mag tekenen wat je wil. It's up to you. En dan heb ik nog iets super leuks, want ik mag van Mensings Caminada, mag ik jullie deze producten cadeau doen. I can let you win these products. So you can win colored pencils, which I used on top of my drawing to add more details. You can win crayons and you can win markers. Now, all of these products are by an amazing brand. Al deze producten zijn van een fantastisch merk en dat heet Carioca. Waarom ben ik zo'n fan? Why am I such a fan? Because it's great quality, very good colors, and not so expensive. Waarom ben ik zo'n fan? Omdat het hele goede materialen zijn. Ze kleuren heel fijn en ze kleuren heel goed en de kleuren zijn heel mooi. En het is niet zo duur. En dat is fijn voor je ouders. And that's really good news for your parents for when they want to buy you some new supplies. Wat moet je doen om te winnen? Vier dingen. You need to do four things to win. You need to subscribe to my YouTube channel. Je moet je abonneren op mijn YouTube kanaal. Volg mijn Instagram page. Follow my Instagram page. Follow Mensings Caminada Facebook page. And follow their Instagram page. En volg Mensing Caminada Facebook page en hun Instagram pagina. Doe alle vier. En dan kiezen wij een gelukkige winnaar. Please do all four and then we'll choose a happy winner. I am saying you, but really this message is for your parents. Je moet aan je ouders vragen of ze al deze accounts willen volgen, zeker als je zelf geen accounts hebt. I'm asking you to ask your parents to follow the accounts, especially if you don't have your own accounts. Okay, have fun with the tutorial. Veel plezier! We are going to make a work of art. We gaan een kunstwerk maken met verschillende dingen. I am going to show you how you can turn markers into watercolors. And we are going to color a picture with crayons, met krijtjes. Dit zijn stiften, krijtjes. We're going to color a picture here. And then we're going to cover it with paint made from markers. And then we can add details with our pencils. I'm using Carioca, but of course you can use any marker. Ik gebruik dit merk uit Italië, dus Carioca. Maar jullie kunnen iedere stift gebruiken die er is. Jullie kunnen zolang het kinderstiften zijn. Wat bedoel ik met kinderstiften? Ze moeten water als basis hebben, dus het mogen geen permanente stiften zijn. They need to be water-based. Mogen geen permanent markers zijn. Ja? Oké, ik heb nodig ook een kwastje en een beetje water. En zometeen aluminiumfolie. Step 1. Je gaat een tekening maken met krijtjes. You are going to do a drawing with crayons. Oké. I am going to do, what am I going to draw? I didn't think about this before starting. I think I'm going to draw a little
boot. I am gonna give my boat sails. Now, for this I'm gonna show you something magic. Ik ga mijn boot zeilen geven. Maar hiervoor ga ik je iets magisch laten zien. Want dit is een wit krijtje. This is a white crayon. En you're not gonna see it. Dus je moet goed kijken waar je tekent. Maar straks ga ik jullie iets magisch laten zien. A little bit later, I'm gonna show you magic. Now, I'm gonna color in my sail. You need to watch closely to be able to see it. Ik ga mijn zeil inkleuren. En je moet goed blijven kijken waar je tekent. Het is wel moeilijk te zien hoor. I'm gonna leave it like this. I'm gonna show you the next step. I'm gonna just make some space. I don't need my colored pencils until later. I'm done with my crayons. Ik ben klaar met mijn krijtjes. Mijn potloden pak ik er zo weer bij. Ik pak nu de stiften erbij. Ik leg mijn tekening even opzij. I'm just gonna put my drawing aside for a little bit. So that I can show you what you can do with the aluminum foil. So you need to take a piece of aluminum foil. And then... let's see, I want blue, so I'm gonna, with the thick side of this marker has a thick side and a thin side for details. I'm gonna, with the thick side, I am coloring on my aluminum foil. Pak mijn kwast. Ik pak mijn kwastje. Die maak ik nat. Oké. Dip on the end so that you don't have too much water. Strijk je kwastje af aan de rand van je bakje of van je bekertje. Zodat je niet te veel hebt. Nou, ik ga... waar ga ik mee beginnen? Ik ga beginnen met mijn donkerblauw. Kijk, ik voeg water toe aan de stift. En dan ga ik... in de zee verven. Maar zien jullie wat er gebeurt? Do you see what's happening? Okay, and I can also mix these colors. So I can mix them. And look, I'm still seeing the waves are showing up. How cool is that? And I like this to really have an ocean color. Ik wil dat dit echt een oceaankleur heeft. Pak ik mijn lichtblauw. Ik ga weer een nieuw stukje aluminiumfolie opzoeken. I'm gonna take my light blue. I'm gonna grab a new piece of aluminum foil. Okay. And the more water you add, hoe meer water je hier aan toevoegt, the lighter the color. Because it's the sky, I don't want it to be too dark. I can always go darker. I can't go lighter. Je kunt, omdat het de lucht is, wil ik echt dat het echt een lichte kleur is. En bovendien, je kunt altijd verf toevoegen, maar je kan nooit meer weghalen. Dus, kijk dan. Maar dan komt het, want kijk eens hier. Watch the magic happen, because here we have our white sails. That are now... appearing. How cool is that? Isn't that beautiful? I love it. Is dat niet ontzettend mooi? Ik ben echt heel erg blij met het resultaat.
Zo. Ik ga hem even laten drogen. I am gonna let this dry. And then I'm gonna show you how you can add details with colored pencil. So now for our final step in this artwork. Dus nu de laatste stap in ons kunstwerk is dat we nog details kunnen toevoegen met kleurpotloden. Nogmaals, I love these coloring pencils. Ik vind deze kleurpotloden fantastisch, omdat er zoveel kleur in zit. Dus je kunt hier heel goed hier overheen mee kleuren. Nou, ik ga een paar dingen doen. Ik ga even een paar vogels toevoegen. I'm gonna add a few birds to the sky. And look at how black the color is. En kijk hoe zwart het is wat er uit dingen komt. Now, you can do what you want. Je mag doen wat je wil in deze tekening. Het hoeft natuurlijk, ik heb een boot en een zee en vissen getekend en een vlag en vogels. So I drew a boat with sails, with white sails and birds and the gorgeous Curaçao flag and the ocean. And I drew a school of fish. But you can do anything using these techniques. Je mag natuurlijk alles tekenen wat je wil. Have a lot of fun with this, guys. Bye!